Citroën zit hier sinds 1931. Toen werd dit gebouw naast mij in gebruik genomen. En heel belangrijk vond André Citroën dat het gebouw, de garage, paste in het beeld van de wijk waar het stond. En Jan Wils, dat was een leerling van Berlage. Die heeft dus het Olympisch Stadion ontworpen. En ook het Citroën gebouw hier naast me. André Citroën heeft eigenlijk een hele bijzondere band met deze stad. Zijn grootvader die woonde hier, die was fruithandelaar. En die stond bekend als limoenman. En toen de volkstelling in 1811 een feit was onder Napoleon, toen heeft hij een iets chicere versie van limoenman opgegeven, citroen. Eind 19e eeuw is de familie naar Frankrijk vertrokken en de schoolmeester van André Citroën die had wat moeite om die naam uit te spreken en die heeft voor het gemak de dubbele punt op de E gezet en toen werd het Citroën. Waarom gaan jullie hier dan weg? Kijk eens om je heen op het Stadionplein. Volop in ontwikkeling. De wijk verandert. Er is eigenlijk steeds minder plek voor een garagebedrijf zoals wij dat hebben. Gaan jullie het niet ontzettend missen hier? Ja, uiteraard. Het mooie is dat de gebouwen blijven bestaan. Ze staan onder monumentenzorg. Dus wat dat dan gaat, zullen ze altijd hier zichtbaar blijven. En we zijn met de gemeente in gesprek om op een of andere manier een leuke footprint van André Citroën hierachter te laten op het plein.